Vlaams Parlement TV blikt samen met 10 parlementsleden terug op de afgelopen 12 maanden. 2021 was het jaar waarin corona de actualiteit beheerste. Maar we hebben het ook over het maatschappelijk debat, polarisering en de woke-beweging. Daarnaast zit het Vlaams Parlement halfweg de legislatuur, het ideale moment om een voorzichtige balans op te maken. We praten uitgebreid met de Vlaamse volksvertegenwoordigers die het voorbije jaar zelf kleur hebben gegeven. Vandaag is dat Marius Meremans. Marius Meremans van N-VA, zeer welkom in onze studio. Meneer Meremans, u bent al heel lang actief in de lokale politiek in Dendermonde, Schepen daar ook. En sinds 2013 zit u hier in het Vlaams parlement. Nu, dat parlement vierde dit jaar de 50ste verjaardag. 50 jaar geleden, 7 december, was er de installatie van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap. Dat was allemaal maar klein en bescheiden, nu een volwaardig parlement. Hoe beleeft u dat als ook oud-VU'er, zo'n halve eeuw richting meer zelfbestuur? Doet u dat iets? Ja, zeker en vast. En ik denk dat het ook uniek is. Uniek is het woord niet, maar laat ons zeggen, die ontvoogding, hè, meer verantwoordelijkheden, meer beleid in Vlaamse handen, hoe zal ik zeggen, gelegitimeerd door de Vlaamse kiezer, is allemaal gebeurd volgens grondwettelijke en legale weg. Hè. Geen revolutie, geen opstanden, geen slachtoffers, gewoon evolutie. En we zijn toch gekomen nu met een volwaardig parlement. Nog niet met alle bevoegdheden, daar streven we naar natuurlijk vanuit mijn partij. Maar je ziet toch dat de burger dit parlement erkent, want het is belangrijk in zijn dagelijkse doen en laten uiteraard. Ja, dat dit parlement nu bestaat en er is een Vlaamse regering, dat lijkt tegelijk wel voor die burger misschien ondertussen nogal een evidentie. Ziet die idee er nog voldoende in van, ja, we willen nog verder in zaken bevoegdheden, we willen nog meer dat dat beleid dicht bij ons komt te staan? Wel, ik denk dat elke burger erkent, zeker nu met wat we corona meemaken, dat is de moeilijkheid van de Belgische staatsstructuur. We zien ook het moeilijk vormen van een federale regering met een hele race van partijen, hè, waarbij dan ja, een niet zo grote partij, als ik het goed voor heb, de 7e of 8e partij de premier levert. Ja, dat doet wel de wenkbrauwen fronsen bij de burger. Dus we moeten naar een vereenvoudiging van dat gegeven. En wij streven dan natuurlijk naar meer bevoegdheden naar Vlaamse kant, met een duidelijke Vlaamse regering, met volheid van bevoegdheden. En dat zal de komende jaren sowieso op de agenda komen. Want deze situatie zoals ze nu is, is eigenlijk niet langer houdbaar. Ja, u zegt het zal op de agenda komen. Uw partij zet daar ook op in. Hij kijkt uit naar een staatshervorming in 2024. Zij hebben daar wel genoeg op voorbereid, want je merkt aan de Franstalige kant en al zeker het beruchte studiebureau van de PS, die hebben al allerhande plannen uitgewerkt. Als schakers zijn zij goed voorbereid op verdere stappen. Zijn wij voldoende klaar en trekken wij ook als Vlaamse partij voldoende aan één zeel? Je merkt bij de Franstalige, als het over het communautaire gaat, is dat plots één blok. Hier klinkt dat vaak verdeeld. Daar hebt u gelijk in. Wat de N-VA betreft, wij zullen klaar zijn. We hebben ook een studiebureau met een keigoede directeur die allemaal goed opvolgt. Dus wij zullen klaar zijn. Bij de andere partijen, denk ik, en ik kijk een beetje naar de christendemocratie, die altijd politici hebben geleverd die zeer sterk de Vlaamse kaart trekken. En nu is het voor mij een beetje onduidelijk. Dus ik kijk vooral naar hen als mogelijke partner. Ook de andere Vlaamse partijen moeten maar eens kaarten op tafel leggen. Willen zij een verdere staatshervorming of willen zij blijven aanmodderen? Het is de keuze aan hen. Maar het is wel belangrijk dat je dan de goede partners vindt en daarmee verder kan. Dat is echt wel essentieel. Ja. Maar natuurlijk, goed beleid, goed Vlaams beleid is de eerste voorwaarde om de burger te overtuigen van een verdere staatshervorming. Ja, dat is en de andere partijen die ook hun huiswerk moeten maken. Dat is over die toekomst 2024. Zover zijn we nog niet. We gaan wat terugblikken op het voorbije jaar. Een aantal thema's die ten eerste ja, die ellendige coronacrisis die blijft aanslepen. We gaan het hebben over maatschappelijk debat. Kan er stevig aan toegaan. Over deze regering Jan Bon, die nu halfweg is. Hè. Goed beleid is belangrijk, zegt u. En wij ronden af met twee videofragmenten. Eén daarvan koos u zelf, een andere hebben wij voor u uitgekozen. Benieuwd. Maar eerst naar die, ja, die vermaledijde Omicron-variant.
Ja, meneer Meremans, het blijft maar duren. We waanden ons in september in het Rijk van de Vrijheid voor altijd. Bleek van korte duur. Het was misschien veelzeggend. In de loop van de week voor Kerstmis publiceerde een krant een handleiding voor bij de nakende familiefeesten over welke discussies over corona je best wel vermijdt. Want het debat, de gesprekken over corona worden, laten we zeggen, minder gezellig. Voelt u dat ook in uw gemeente, dat de tenen wat langer worden, dat de mensen het echt gewoon beu zijn? Zeker en vast. Hè. Mensen worden krippig. Ik merk dat ook bij mezelf. Je hebt een korter loontje. Mensen reageren bitsiger op allerlei zaken. Ontevredenheid. Weinig zicht op. Weinig hoop op. En dan zwijg ik nog van de jonge mensen, hè, de twintigers. Die eigenlijk, dat is die periode van het leven waarbij je eigenlijk nooit thuis moet zijn. Altijd met vrienden op pad. Ja, voor hen is het ook allemaal niet eenvoudig. Denk aan mensen die terugvallen, maar die misschien alleen zijn. Dat is ook heel erg zwaar. Voor oudere mensen is het ook heel erg zwaar. Dus je voelt dat wel. En ik weet wel dat gemeenten en steden, ook wij in Dendermonde, pogen wel een aantal zaken te doen. Hè, door de stad een beetje op te fleuren, te mikken op lichteffecten en daar een beetje sfeer in te brengen. Maar het is niet hetzelfde. Hè. Dus de mensen, het is echt wel moeilijk. De mens is een sociaal dier en dat valt weg voor een stuk. En als we eigenlijk nog van de evenementen- en cultuursector. Ja, kijk naar de opera La Bohème die nu doorgaat in Antwerpen en Gent. Normaal veel volk afkomt. Nu weer een beperkte setting. Ja, het is moeilijk. Het is moeilijk. Het kan nog lang duren ook. De Europese Commissie of de ECB zei deze week, ja, we schatten dat er een immuniteit bij de bevolking zal zijn in de eurozone, dus zeer ruim, van 70% in 2024. Dat is nog ver. Komt erop neer dat we tot dan met die coronagolven zullen blijven zitten. Na dat Rijk van de Vrijheid moeten we misschien aanvaarden dat we hiermee stuk moeten leren leven nog een tijdje? Ik denk, ik ben geen helderziende, kijk in een glazen bol, maar volgens mij zal het zo zijn dat we in de toekomst wellicht zullen zeggen, er zijn zoveel opnames, zoveel besmettingen. Oké, nu gaan we in die fase. En dan zal iedereen weten wat die fase inhoudt. Is het beter, gaan we terug naar een lossere fase? En zo denk ik dat we nog een paar jaar zullen zitten. Dat is die fameuze coronabarometer. En dat je daar de juiste maatregelen koppelt aan wat er komt. Dat is niet leuk. Dat is heel moeilijk om een aantal zaken vooruit te plannen. Dat betekent wel dat een aantal mensen zullen moeten incalculeren wat indien het terug erger wordt. Dat zal zo, denk ik, daar een evenwicht in zoeken zijn. Dan weten we waar we aan toe zijn. Dan weten we waar we aan toe zijn. Natuurlijk, we gaan naar het voorjaar. Laat ons hopen, een goed voorjaar. Niet te veel regen, dat we veel buitenactiviteiten kunnen organiseren. Dan zal het weer verminderen. En dan wordt het weer bang afwachten naar het najaar natuurlijk. Ja. Die coronaregels worden hier beslist door het overlegcomité waar al die nationale overheden en regeringen in zitten. Maar u bent schepen in Dendermonde. Dan zit je op het veld. Merkt u dat de impact op, ik zeg maar, de kleinhandel in zo'n stad bijvoorbeeld? Of de sociale activiteiten? Heel veel verenigingen hebben ook evenementen nodig om te overleven. Dat zijn hun budgetten. Ziet u dat allemaal weer wat stilvallen en onzekerheden? Ja, zeker. Hè. Zeker in de sociale en de culturele sector zie je toch wel een aantal verschuivingen. Organisaties, fanfares, koren die opnieuw opstarten, maar een aantal mensen hebben dan wel afgehaakt of durven niet komen of publiek blijft weg, niet zozeer omwille van de maatregelen, maar ook een beetje uit vrees. Dus dat voel je wel, dat voel je wel. Bij de middenstand geloof ik wel dat onze middenstand veerkrachtig is en kan daarop inspelen. Het zal altijd wat moeilijk worden, maar ik denk wel dat we daarop kunnen inspelen. Maar zeker voor de horecasector is het niet evident. Hè. Zeker naar het einde jaar, kleren kopen, naar de kapper gaan. Er zijn geen echte nieuwjaarsfeesten of eindejaarsfeesten. Dus dat zal wel een impact hebben. Dat moeten we door. Het zal zoeken en tasten worden, maar ik hoop toch op een goed voorjaar en een goede zomer, want er zijn nog belangrijke buitenactiviteiten in Dendermonde, zoals de Rosbeiertommengang. Ja, die moet doorgaan. Hè. Dat is voor ons het hoogtepunt. Hij is al 2 maal uitgesteld. Nu moet het echt wel ervan komen. Al 2 maal dat zo'n oud feest. Normaal ging het doorgaan eind mei 2020, dan verlegd naar eind mei 2021 en nu zijn we naar eind mei 2022. Hè. Dus die vreemdskinderen wachten al ongeduldig al 3 jaar. Straks zijn ze weer volwassen. Ja, laat ons open en daar gaan we toch vanuit dat we dat kunnen doen in de meimaand, dat we daar een groot feest van kunnen maken. Dan verwachten wij 100.000 mensen in onze stad.
Ja. We zijn daarop voorbereid, maar dan rekenen we toch op die boosterprik en dat we dat toch allemaal het kunnen vieren zoals het hoort. Ja, boosterprik, en dat zou een booster zijn voor het optimisme, als die feest weer kunnen doorgaan. Ja. Wat corona helaas ook is een booster soms op het maatschappelijk debat, een vliegwiel op de polarisering volgens sommigen dan. Het zou er harder aan toe gaan in debatten en discussies dan ooit. Brengt ons bij het volgende thema. The struggle for justice is right now. Ja, en woke is nu een voorbeeld. Als er het voorbije jaar hevige debatten waren, ging dat over COVID, ging dat over het klimaat ook, maar ook over dat woke-denken. Nu opmerkelijk, Bart Somers, onze Vlaamse minister van Samenleven, Open VLD, die publiceerde net voor kerstmis een column waarin hij ook waarschuwt dat woke gevaarlijk is, of het samenleven onmogelijk maakt. Hè. Dat woke-denken is goed bedoeld, maar gaat ook mensen labelen op basis van huidskleur of seksuele voorkeur en zo meer. En hij trekt de vergelijking met extreem rechts. Eigenlijk schuurt het daarbij aan. Is woke zo gevaarlijk? Woke begint stilaan op ieders zenuwen te werken. Laat ons daar eerlijk in zijn. Als ik zie ook de openbare omroep die daar vaak al te gemakkelijk in meegaat, als je aan de bevolking moet zeggen dat je een bepaalde aflevering van De Kampioenen niet meer gaat uitzenden, omdat Marxken een van de drie koningen is, de zwarte koning. Dat heeft niks met slavernij te maken, heeft niks te maken met neerkijken. Het gaat erover de drie wijzen die uit de verschillende continenten kwamen, waarbij ook het Afrikaanse continent en Jezus gingen aanbidden. Dat heeft daar allemaal niks mee te maken, maar men durft niet meer. Hè. Een onschuldig woordje zoals flitjes mag dan ook niet meer. Alles wordt een staatszaak. Je voelt het wel. Ik vind dat een woke dictatuur aan het komen is. Ja, en dat is niet goed. Dat gaat in tegendeel. De mensen die, net zoals iedereen, vechten tegen racisme, tegen discriminerende spreekkoren zoals op voetbal recent, ik denk dat dat nog net het omgekeerde effect gaat bewerkstelligen. Iedereen gaat nog zeggen, wat mag ik nog doen? Ik ben niet voor die racistische spreekoren, voor alle duidelijkheid. Maar op den duur zit je echt met een dictatuur van die woke. En daarin heeft de minister wel gelijk. Dit zou wel eens kunnen leiden tot nog verdere polarisering. Ja. Wat niet wegneemt dat je racisme niet moet bestrijden, is iets helemaal anders. Maar het gaat toch wel, de slinger, laat mij zeggen, is toch volledig doorgeslagen langs de andere kant. Ja, en dan krijg je woke en anti-woke fors tegenover elkaar. Misschien zit daartussen een hele grote groep van mensen, CD&V zou zeggen, gewone mensen, maar mensen die zich daar eigenlijk niks van aantrekken van soms die gekke standpunten. Ja. Of irriteert het toch inderdaad ook een groot deel van de mensen? Het irriteert mensen. Het bereikt de gewone mens ook van, die dat allemaal ziet gebeuren. Ja. Ja. Mensen, een aantal zaken waar mensen totaal geen racisme of discriminatie achter zoeken, worden nu blijkbaar geëxtrapoleerd of worden opgeblazen tot iets ernstig. En dat vind ik helemaal niet goed. En daarin krijg je dan een tegenbeweging, die dan misschien ook sommigen daarvan die de tegenbeweging willen vertegenwoordigen, of denken dat ze die gaan vertegenwoordigen, schuwen dan ook weer de grote woorden niet. En dan krijg je een totaal vergiftigd debat. En dat is niet goed natuurlijk. Ja, dat over dat debat. We keren terug naar hier het parlement, of beter de regering. De regering Jan Bon met de N-VA in de cockpit op die manier is nu 2 jaar bezig, is daarmee halfweg de legislatuur. Ja. Ik vraag nu aan Philippe Brusselmans, de naam uit de loter van de Vlaamse vossen tegenwoordig, met wie wij de eetaflegging gaan beginnen. De heer Meremans Marius. Ik zweer de grondwet na te leven. Ik geef u achter van uw eetaflegging, dank u. Kijk, uw eetaflegging, dat is niet uw eerste. Trouwens, in de zomer, we zien het licht door de koepel vallen. En dit nog in de tijd van vrijheid blij, nog voor corona. Hè. Het is lang geleden dat we zo'n beeld zagen waar iedereen in het halfrond zit. Iets later was er de start van de regering Jan Bon. Die begon met een ambitieus regeerakkoord. Elke regering begint met een ambitieus regeerakkoord. Maar zal gegeven de omstandigheden deze regering de geschiedenis ingaan als een onvermijdelijk, als een crisiskabinet, de coronaregering? Laat ons hopen van niet, omdat wij toch, als je kijkt naar het Vlaams relanceplan, dat zijn ettelijke miljarden die volop worden ingezet op investeringen in allerlei gebieden,
Onder andere ook in mobiliteit, openbare werken, in onderwijs, sociale sector, overal. Ik hoop dat we dat kunnen bewerkstelligen en dat we inderdaad ook van die crisis afgeraken. En dat hadden we gehoopt in de zomer. Toen stond alles klaar om opnieuw een start te nemen en ook de bevolking te enthousiasmeren voor dat project. Dan krijg je weer corona-terugval. En ik denk dat we nu opnieuw terug moeten verder gaan om die motor terug in gang te krijgen. Maar er gebeurt wel wat. Er is heel wat geld uitgegeven, geïnvesteerd in allerlei plannen die zeer goed zijn. Maar natuurlijk, alles wordt overschaduwd door, ja, hoe zal ik zeggen, die onzekere tijd rond corona, die eigenlijk... Ja, alles en iedereen overschaduwt natuurlijk. Ja, het woord overschaduwen is inderdaad toepasselijk, want ook als je dan kijkt naar dat overlegcomité waar al die overheden samen zitten op gelijk niveau, er is geen hiërarchie in onze staatsvorm, maar kan je er misschien niet van onderuit dat het in de perceptie minstens die federale regering is die hier de leiding inneemt. Alleen al het beeld van de persconferentie, premier in het midden, waardoor die Vlaamse regering ja, een stukje wat... in de schaduw staat ook, helaas, voor die regering die net wilde tonen dat Vlaanderen het belangrijkste eerste niveau is. Dat klopt. Je zit dus inderdaad met dat federaal overlegcomité. Daar zit Jan bij. En daar moet je, in het belang van de bevolking, ja, moet je daar tot de overeenkomsten komen, tot akkoorden, tot compromissen. Dat die niet altijd zijn naar de zin van de Vlaamse ministers en ook niet naar de zin van het Vlaams parlement, die misschien een aantal zaken anders zouden willen zien. Maar goed, je zit daar dus, je moet daar dus met een compromis naar buiten komen, waarvan je weet dat niet echt 100% of soms geen 60% jouw zin is. Maar goed, dan moet je het ook gaan verdedigen. Hè. Ik kan er niet tegen als je samen ergens zit... Je maakt een overeenkomst dat bepaalde mensen achteraf gaan zeggen ja, ik ben erin ontgoocheld. Dat is ook geen goed signaal. Het is wat het is. Je hebt het maximale eruit gehaald. Dan moet je dat ook gaan verdedigen. Ook al is dat niet altijd eenvoudig. Maar dat is de taak van een minister-president. Dat is een taak van een premier trouwens ook. Ja, en dat is niet makkelijk natuurlijk voor die minister-president die zelf ook de kapitein wil zijn, de kapitein van Vlaanderen dan, die op papier ook die gelijkwaardig is aan een premier. Merkt u soms dat Jan Bon daar wat moeite mee heeft om zich daar een positie in te vinden? Tuurlijk. Dat is een vervelende situatie. Dat is een vervelende situatie die voor hem ook moeilijk is. Maar je moet daar plichtsbewust dat werk uitvoeren en proberen een aantal zaken binnen te halen die voor jou en je regering belangrijk zijn in dat overlegcomité. Maar dat betekent wel dat je op andere punten daarin gaat moeten compromissen sluiten of zelfs soms toegeven. Hè. Ik denk aan het sluiten van de school, wat altijd een moeilijk punt is bijvoorbeeld, waar je ook nog eens met een Franstalige realiteit zit en een Brusselse realiteit. Die redeneren ook soms anders of zijn beïnvloed veel meer vanuit Frankrijk bijvoorbeeld, terwijl in Vlaanderen de invloed vanuit Parijs vrij beperkt is. Dat speelt ook allemaal een rol in heel die constellatie. Hè. Reken dan ook nog eens dat de signalen die komen vanuit de steden en gemeenten in Vlaanderen soms anders zijn dan we horen bijvoorbeeld aan de andere kant van de taalgrens. Dat zal ook zo zijn. Dus dat is moeilijk, dat is heel erg moeilijk. Van daaruit onze vraag opnieuw dat we volledig zelf die touwtjes in handen zouden kunnen nemen. Dan zijn de lijnen veel korter, zou het volgens mij veel eenvoudiger zijn. Maar dat is een discussie over de staatshervorming natuurlijk. Ja, daar hadden we wel even over. Nu, welke touwtjes zouden dat in de eerste plaats zijn? Over onderwijs beslissen wij zelf, maar dan gaat het een stuk over gezondheidszorg, waar de bevoegden inderdaad... voor- of tegenstanders moet erkennen, hopeloos verdeeld zijn. Ja, de bevoegden zijn versnipperd. Dus de zesde staatshervorming heeft dan een aantal zaken overgeheveld, maar niet met de volheid van budget. Dat wordt er niet altijd bijgezet. Plus, een aantal delen horen nog federaal, een aantal delen horen Vlaams. Je moet met homogene bevoegdheidspakketten kunnen werken. Dus in de volgende staatshervorming, dat moet die volledige bevoegdheidspakketten overkomen of je begint er beter niet aan. Om weer een staatshervorming te hebben van een stukje wel, maar een stukje niet. En dan heb je nog een schoonmoeder of een schoonvader in de Weststraat 16 zit. Dat is niet goed. We moeten daar eens duidelijk, denk ik, en dat is belangrijk, van gemeenschap tot gemeenschap kunnen overpraten. Met een rechtstreekse contactpersoon vanuit de Franstalige gemeenschap, dat je daar onmiddellijk mee kan onderhandelen. Ja, dat zou de zaken volgens mij vereenvoudigen. En als je dan een duidelijke keuze hebt in het politieke landschap na de verkiezingen in Vlaanderen en in Wallonië, ja, dan kan je rond de tafel gaan zitten. Ja, het zou het land wat overzichtelijker moeten maken. Wij vroegen u een fragment uit te kiezen.
uit de plenaire zitting of commissiewerk en zo meer van het voorbije jaar. En u koos voor het volgende. Het is de discussie over de weigering, of naar aanleiding van de weigering van de vergunning van een nieuwe gascentrale in Vilvoorde is dat. Met natuurlijk uw partijgenoot, minister Zoal Demir. Het was de partij Groen die nog 6 maanden geleden met heel het stikstofarrest dat er is geweest. 25 februari leven we in een andere realiteit in Vlaanderen. Dat was uw partij, Groen, die grote affiches heeft gesponsord op sociale media. Vlaanderen laat de Vlamingen stikken in stikstof. Maar nu, in deze dossier, zegt u ineens, ja, maar die stikstofregels, milieuregels, de minister moet dat allemaal niet, geen rekening mee houden. Zet dat aan de kant. En ik ben even consequent voor de landbouwsector. En dat is ook niet plezant. Dat is ook niet fijn. En liefst van al wil ik vergunnen. Uiteraard, als je een goed dossier hebt, een dossier dat beantwoordt aan alle regels, waarom zouden wij niet vergunnen? Maar ik weiger. En ik schat u heel hoog in, collega Joska. Ik weiger om mee te gaan in uw redenering. Dit gaat hier niet over platte politiek langs onze kant. Dit gaat over regels naleven. Dit gaat ook over de rechtszekerheid van bedrijven. Ik wil niet naar een vergunningstop gaan. En wat dat jullie van mij vragen is, vergun maar. Doe maar op, vergun. Het maakt niet uit. Ah wel, ik doe dat niet. Ja, dit gaat dan over die discussie tussen kerncentrales verdwijnen, gascentrales komen in de plaats. Zou de Vlaamse regering op deze manier de federale pistes blokkeren en zo meer? Ik wil daar even van weggaan, want wat je merkt, en zeker het, in de loop van het voorbije jaar, heeft die minister Demir zich echt ontbolsterd als de milieuminister. Maar u bent nog van de Volksunie. Daar is altijd wel die natuur, die milieuvleugel in de partij geweest en je voelt dat zij dat nu belichaamt? Ik denk dat dat correct is. We hebben altijd binnen de Volksunie, maar ook binnen VA, in het DNA van die partijen, dus de Volksunie, de DNA van de Volksunie zit dat, van de 1VA uiteraard, zie je heel duidelijk dat er ook altijd een grote bezorgdheid geweest en zorg is voor milieu, landschap en dergelijke. Denk aan onze fractieleider Wilfried, die ook wel, denk ik, kan beschouwd worden als iemand die ecologie hoog in het vaandel voert. En dat is ook zo. En je voelt dat ook bij onze middenkaders, onze afdelingen, die zorg voor landschap, die zorg voor die open ruimte, wat ook omgeving is, maar ook de zorg voor milieu, een gezond milieu, veilig milieu, dat leeft. En zij belichaamt dat. En ik weet dat Zoal bijvoorbeeld heel veel populariteit geniet binnen onze partij, zeker en vast. Net omwille van. En dat is ook een milieubeleid, ik zou zeggen, de directe natuur, de directe omgeving. Belangrijk is er voldoende groen, gezonde lucht en dergelijke meer. Dat is nog iets anders qua discours dan het planetaire klimaatverhaal bijvoorbeeld. Dat denkt planetair, dat denkt op termijnen van 100 jaar. Dit is het. Ja, de directe win zit daar, hè, waar mensen kunnen gezond leven in het groen. Inderdaad, en dat gaat over heel wat. Hè. Dat gaat bijvoorbeeld over een beek die proper is. Ja, dat gaat bijvoorbeeld over vervuiling in de grond. Maar dat gaat ook over behoud open ruimte. Dat gaat ook over vogels die verdwijnen waarvan we zeggen dat is niet goed. Hè. Ik denk bijvoorbeeld aan het mussenbestand of iets dergelijks. Ja. Of dergelijke dieren, dat we zeggen van dat moet. Langs de andere kant hebben dieren die terugkomen. Hè. Dus je moet daar toch wel, denk ik, een gezond standpunt in innemen. En belangrijk is. Trouwens, open ruimte is een zeker als in het lokale bestuur waar u zit in Dendermonde. Ja. Dat is natuurlijk iets dat gevoelig ligt. Je hebt de Vlaming klassiek geboren met een baksteen in de maag. De voorkeur ligt daar nog, een eigen woning. Tegelijkertijd wonen we in het meest dichtbevolkte gebied of een van de wereld. De ruimte is krap en dat is moeilijk, want we willen een huis, maar we willen ook groene ruimte. Mensen in Dendermonde willen waarschijnlijk een tuin, maar ze willen ook. Is er genoeg plaats? En dat is een voortdurend gevecht natuurlijk. Dat is een gevecht. We hebben daar ook een woonvisie voor klaar liggen. We kijken ook naar de Vlaamse regering, want we moeten beseffen gelijk welke partij die aan de macht komt. Daar moeten keuzes in gemaakt worden. Dus de tijd is voorbij om te zeggen van ja, ik ga een beetje zoeken naar een tussenoplossing in dit geval. Hier moeten we goede keuzes gaan maken voor de toekomst. En dat zal, wat betreft wonen, zullen we op een andere manier moeten gaan wonen. We gaan ook moeten anders nadenken over mobiliteit. Het zijn elementen die allemaal op ons afkomen, maar het is echt nodig. Het is echt nodig. En dat is het voordeel, denk ik, van de N-VA. We zijn niet gebonden.
nog historisch aan bepaalde groeperingen. Geen boerenbond. Geen boerenbond, maar ook niet de milieubeweging. Daar hebben we allemaal contacten mee. Maar het is niet zo dat wij daarvan bespreekbuis zijn. Er is een tijd geweest dat bepaalde belangenorganisaties op kabinetten zaten en daarmee de touwtjes in handen namen van decreten. Dat is allemaal voorbij, maar het is echt nodig die Vlaamse regering, zeker naar ruimtelijke ordening, toch een aantal stappen zet naar verduidelijking toe dat we de steden en gemeenten kunnen ondersteunen in dat beleid. Want die staan natuurlijk onder druk van een aantal mensen en ontwikkelaars die natuurlijk ook wel de opinie proberen wat te beroeren. Ja, dat brengt ons, dat ging dus van de natuurliefhebbers bij die oude volksunie tot nu ja, het wonen van de toekomst. Brengt ons bij het laatste videofragment. Daar ligt het cadeautje voor. Wij hebben voor u een cadeau. De boom mag u laten staan, dat mag u meenemen. Jammer, mooie boom. En u moet voorzichtig opheffen. Niet bewegen, denk ik. Ja, en dit omhoog. En dan zal u een link vinden met... Ja, dat is mag mooi. Mag je tonen wat we daar zien? Ja, wij zien Playmobil-mannetjes. Wij zien fietsen. En we zien ook allerlei verkeersborden. En nog iets bij die fietsen, daar in het groen en het oranje. Fietshelmen. De fietshelm, inderdaad, ja. Ja. Ik weet al welk fragment er gaat aankomen. Het is niet zo lang geleden. We gaan naar de commissie Mobiliteit. En dat was voor u toen een vraag aan minister van Mobiliteit, Lydia Peters, over het dragen van een fietshelm op de elektrische fiets. Ja. Educatief is dat belangrijk dat je steeds een vraag stelt met het juiste op. Dus daarom heb ik gedacht voor alle veiligheid dit ook even op te zetten. Nu, het gaat over... ik heb een uitzending gezien van Nieuwsuur in juli en daar is een neuroloog aan bod geweest over zware, toch ernstige ongelukken en vooral hersenletsels, vooral bij elektrische fietsen. En toen is gezegd van, kijk, ja, ik ga dat niet meer doen. Er is ook de Fietsersbond Nederland aan bod geweest. We kennen het argument van, ja, het verplicht maken gaan misschien mensen wegdrijven van fietsen. Maar het is dus wel degelijk een probleem. En daarom heb ik volgende vragen. Hoe kijkt u naar het stijgend aantal letselongevallen bij fietsers? Welke bijkomende initiatieven zal u nemen om deze stijging om te keren? En hoe staat u in het licht van deze cijfers tegenover een helmplicht? En het laatste punt is toch, is de minister zinnes bijkomende initiatieven te nemen om het dragen van een fietshelm te promoten? En dan kijk ik wel naar een grote nationale campagne eigenlijk. En dat waren mijn vragen. Dank u. Dank u wel, collega Meermans. Mevrouw de minister. Dank u wel, meneer Meermans, voor de vragen. U mag de helm natuurlijk oplaten, geen enkel probleem. Met alle respect, collega Meerman, maar ik ga uw helm niet opzetten. U wilt mij niet zien als ik een uur een helm opgezet heb, hoe het mijn kapsel er dan uitziet. Dus ik hou mijn helm alleen maar voor lange afstanden en koersfietsen, maar voor een stadsfiets, als ik een korte afstand doe, dan doe ik geen helm aan. Als we zo'n campagne doen, mevrouw de minister, moeten we toch wel goed nadenken wat we precies doen. Ik heb al twee uitersten gehoord, fotomodellen of Marius Meermans. Nee. Ja, meneer Meermans, die elektrische fietsen gaan snel tot 25 kilometer per uur. Nadien wordt het een speedelec, daar is een helm verplicht. Maar e-bikers raken vaker ernstiger gewond. Globaal daalt het aantal verkeersongevallen, maar niet in het geval van fietsers. Het aandeel stijgt daar van 20% naar 30% en in 1 op de 5 gevallen is het een elektrische fiets. 1 op de 3 doden, elektrische fietsen zijn oververtegenwoordigd. Dit doet denken aan discussies over de gordel, zoveel decennia geleden. Ja, het is een moeilijke discussie. En de aanleiding was een uitzending op de Nederlandse televisie over zeer zware hersenletsels bij senioren. Waardoor de hersenchirurg zei van eigenlijk was dit perfect te vermijden door het dragen van een helm. En dan, ja, het is moeilijk. Hè, in die zin dat... De Fietsersbond zegt, ook de Fietsersbond Nederland zegt, van als je dat gaat opleggen, gaan misschien mensen minder geneigd zijn om de fiets te nemen. En dat is ook niet goed voor de gezondheid. Ik denk dat we op dit ogenblik, om te zeggen, je moet het verplichten, gaat voor mij misschien wat te ver. Maar wat ik mis, en ik heb toen ook een fragment getoond op de Deense televisie, hè,
waarbij de viking, de hoofdman, dus ook een helm moest dragen van zijn vrouw als hij ging plunderen. Ah ja, natuurlijk. Dus, ja, die droegen dan een stevige helm. Dus ja. In Denemarken is men daar volop bezig met het gaan promoten. En dat mis ik nu een beetje. Ik zie geen nationale campagne om te zeggen van, draag een fietshelm. Ik ben ook een wielertoerist, bescheiden wielertoerist. En er was een tijd dat wielertoeristen geen helmen droegen. Nu kan ik er dit geen... Dit is absurd nu. Dit is absurd. Dat kan je niet voorstellen met een mountainbike zonder helm, met een koersfiets zonder helm. Dat gebeurt niet. Het wordt zelfs openlijk afgekeurd. Het is een ongeschreven regel tussen fietsers. Wanneer je die helm niet draagt, word je niet begroet. Hè? Nee, dus, of bijvoorbeeld, als je een wielertocht doet, zegt de verzekering op voorhand, we dekken je niet als je geen helm draagt. Klopt. Ja. Dus het is eigenlijk... Je moet streven dat het een soort van, hoe zal ik zeggen, gewoonte wordt. Ik ga de fiets op, ik neem een helm, ik draag een helm. Blijkt natuurlijk niet, je moet daar onderscheid maken misschien tussen kinderen en volwassenen. Kinderen hebben niet die eigen keuze, volwassenen kan een eigen keuze maken, maar we moeten het wel meer en zwaarder gaan promoten. Ja. Ik heb zelfs het voorbeeld gegeven toen de collega van CD&V zei, ja, mijn kapsel met een helm, dat gaat niet, maar er zijn nu ook dameskapsels die perfect blijven zitten onder een fietshelm. Dat bestaat allemaal. Waarmee dat argument dan vervalt. Trouwens ook nog op onze banen zien we steeds meer van die e-steps bijvoorbeeld, of monowheels. Maar neem nu die e-steps. Was wat om te doen het voorbije jaar? Naar aanleiding van het aantal ongevallen, 206 ongevallen met e-steps, waarvan 2 doden. Dat is ook een relatieve oververtegenwoordiging in de verkeersongevallen cijfers. En dat zijn vaak ernstige letsels, want je gaat frontaal op het gezicht met zo'n e-step. Vooral ook daar zeggen chirurgen heel zwaar letsels in het aangezicht, kaakbeen, dergelijke. Dus daarin is onze wetgeving echt onvoldoende. Ik ben zelf bezig met een nota met collega Raskin in het federaal parlement. Ik heb ook de regelgeving in andere landen bekeken. Bijvoorbeeld in Nederland mag je enkel met een e-step, er zijn bepaalde voorwaarden aan, bepaalde leeftijd moet je hebben, bij ons niet. Je moet een bewijs kunnen voorleggen, maar ook die e-steps moeten voldoen aan bepaalde normen. Hier kan je morgen een e-step of een monowheel gaan bestellen. Niemand checkt of het eigenlijk wel klopt, of die allemaal volgens de regelgeving is. En daar moet dringend werk van gemaakt worden. Ik hoor wel dat collega minister Peters eigenlijk zegt van ik ga overleggen met mijn federale collega, maar dat moet toch allemaal wat sneller gaan. Dus ik vind dat we daar in Vlaanderen het voortouw moeten nemen en toch eens gaan bekijken dat we dat gaan doen. Het gaat over de veiligheid, vooral van jongere mensen. En dat baart mij wel toch zorgen. Ja, hier moeten we helaas afronden om met een positieve noot te eindigen. Fietsen blijft een aangename, gezonde bezigheid. Zeker. Maar misschien toch een campagne die wijst op het belang van zo'n helm. Hè? Zeker en vast. Ja, Marius Meremans van N-VA, zeer bedankt voor dit gesprek. Dank je wel, graag gedaan.